Als je kijkt naar hoeveel mensen er nu op internet zitten, dag in dag uit, vanuit thuis moeten werken, online naar school gaan, cultuur moeten volgen via het scherm, helaas niet in persoon, dan zijn er meer mensen op het internet, maar ook op de sociale media platforms, in zoekmachines, bij videoconferencing, dan ooit tevoren. En ik denk dat we allemaal heel blij zijn dat die mogelijkheden bestaan. Maar het internet en de coronacrisis brengt niet alleen het allermooiste in iedereen naar boven om online met elkaar te delen, maar ook heel veel lelijke kanten. Dus er zijn toch ook heel veel zorgen over desinformatie. Je hoort dat als je naar premier Rutte, bondskanselier Merkel, Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, de Wereldgezondheidsorganisatie luistert. Dat al die leiders en al die experts waarschuwen voor wat ze noemen de infodemie. Dus verkeerde, soms bewust verkeerde, misleidende, leugenachtige informatie over het virus. Of over producten die dan zouden helpen bij de bestrijding ervan. Die ook razendsnel over het internet verspreiden. Dus ik denk dat er veel te leren valt van deze periode. En dat we eigenlijk meer afhankelijk zijn geworden van online verbindingen. Maar dat we moeten oppassen voor misbruik van de angst die leeft onder mensen. En ook bewust moeten zijn dat de macht van sommige bedrijven, die al heel groot was, nu alleen nog maar groter wordt. Dus het is een unieke periode. Niemand weet hoe dit precies zal worden met de afstand van tijd als we hier weer uitkomen. Maar laten we in elk geval kritisch blijven. Ik hoop dat mensen thuis die informatie zoeken over het virus, kritisch blijven kijken naar waar wat ze vinden online vandaan komt. Om ervoor te zorgen dat ze niet gefopt worden, misleid worden. Soms met schadelijke gezondheidsgevolgen. Dus het is een heel serieus thema. Op het internet wordt allerlei desinformatie gedeeld. En met name nu het coronavirus ervoor zorgt dat er zoveel mensen online zijn en ook heel veel mensen angstig en onzeker op zoek naar nieuws zijn, kan het heel makkelijk uitgebuit worden. En er zijn allerlei verschillende soorten van informatie die niet correct is. Het kan misinformatie zijn, dat is dan niet bedoeld om mensen te misleiden, maar is toch onjuist. Dat is een categorie. Je hebt een categorie desinformatie die echt bewust door de aderen van het internet wordt gepompt om mensen te misleiden. Dat kan zijn om spullen te verkopen. Heel cynisch. Spullen te verkopen met de belofte dat die helpen tegen COVID-19 of het coronavirus, maar waarvan dat helemaal niet bewezen is. Of andere theorieën die onjuist zijn, misschien met een geopolitieke of een politieke agenda. Er zijn helaas landen in de wereld die graag willen dat het vertrouwen in de liberale democratie ondermijnd wordt. Dat mensen niemand meer vertrouwen. En het bewust ondermijnen van het vertrouwen in onze vrije samenleving, in de politiek, in de media, in experts, is een brede agenda die nu ook gepusht wordt over de rug van mensen die op zoek zijn naar nieuws en informatie online. Dus er zijn allerlei zaken aan de hand die door elkaar lopen. Met name de desinformatie en de misinformatie is de reden waarom de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een infodemie. Dus dat is eigenlijk een pandemie van informatie. En de termen waarin we spreken over desinformatie zijn ook bijna hetzelfde als medische termen. De term een filmpje wat viraal gaat, heeft natuurlijk al de metafoor van het razendsnel verspreiden over het internet in zich. En het is eigenlijk best opmerkelijk dat het nu samenkomt met een echte pandemie. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, desinformatie verspreidt zich sneller dan het coronavirus zelf, maar is net zo gevaarlijk. En we zien dus ook echt ongekende waarschuwingen van politici en experts om niet daarin te trappen. En het is natuurlijk lastig, het is ook een kwetsbare balans tussen het kritische debat, wat ook heel erg nodig is in deze tijd. Het is natuurlijk absoluut niet gezond als mensen blind achter leiders of media aanlopen. Er zit ook nog wel veel ruimte tussen gezond kritisch nadenken, meerdere bronnen raadplegen. En aan de andere kant misschien blind achter bronnen aanlopen waar helemaal geen wetenschappelijke of onderbouwde of feitelijke redenering onder zit. Dus ik zou toch hopen dat mensen ook in deze tijden kritisch kijken naar wat er op ze afkomt. En het is ook belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar hoe deze infodemie werkt.
en wat de rol van sociale mediabedrijven, die toch het belangrijkste platform voor delen en klikken erop en reclames daarnaast verkopen is, dat er door onafhankelijke onderzoekers naar gekeken kan worden. Wat die bedrijven nu doen om de infodemie in te dammen, of dat genoeg is, of dat er toch ook kritische lessen te leren zijn uit deze tijd. Grote technologiebedrijven hebben natuurlijk nu meer mensen die meer tijd online besteden. Dus misschien is dat iets wat zij zien als een kans. Tegelijkertijd hebben ze ook heel duidelijk laten zien dat ze zijn geschrokken van de infodemie die ook op hun platforms, denk aan Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, allemaal gedeeld worden. En dat zou misschien verklaren waarom deze bedrijven, die voorheen altijd heel erg huiverig waren om verantwoordelijkheid te nemen voor de informatie die op hun platforms werd gedeeld. Ze zeiden altijd, ja, daar kunnen wij ons niet aan branden. Mensen wisselen alleen maar informatie uit. Wij gaan er niet over. We zijn geen redactie, zoals dat bijvoorbeeld in de traditionele media bij een krant of televisie zo is, waar er heel duidelijk een selectie wordt gepresenteerd aan de kijkers of de luisteraars of de lezers. En ineens, sinds het coronavirus, doen al die grote bedrijven veel meer dan ze ooit gedaan hebben. En dat kan in de vorm zijn van verwijzen naar bepaalde bronnen, dus bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie of het RIVM, om mensen die op zoek zijn naar informatie over het virus direct die kant op te wijzen. En daarmee hopelijk weg van leugenachtige, misleidende en ondermijnende berichten. Er wordt ook meer informatie van het internet afgehaald. Dus bijvoorbeeld YouTube en Twitter staan onder grote druk om berichten waarvan bewezen is dat die volledig onjuist zijn en ook gevaarlijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld de suggestie dat een bepaald medicijn al kan helpen tegen het coronavirus, terwijl dat ook schadelijke gezondheidsgevolgen heeft, zelfs dodelijk in sommige gevallen, kan dan ook offline worden gehaald. Nou, de beslissing om bepaalde filmpjes of bepaalde posts of bepaalde links weg te halen, of in het geval van Google naar beneden te duwen in de volgorde waarin het gepresenteerd wordt aan internetgebruikers, is ongekend. Dus ik denk dat je daaruit kan concluderen, dat zeggen die bedrijven er niet met zoveel woorden bij, maar dat ze zelf ook bezorgd zijn van wat zij aan de achterkant, dus in hun eigen machinekamers, in hun eigen analyses van welke informatie overal naartoe gaat, dat ze ook zien dat er iets ongewoons aan de hand is en dat ze niet willen dat zij onderdeel worden van een gezondheidsprobleem. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de druk die er was op die bedrijven om meer te doen toen de gezondheid van de democratie op het spel stond, dan is er een reuzegroot verschil. Dus waar filmpjes of claims die ook onjuist soms feitelijk volledig misleidend en incorrect waren, eerder mochten blijven staan en waar bedrijven zeiden, daar kunnen we niks aan doen, is er nu rondom coronavirus en COVID-19 veel meer actie vanuit die bedrijven. En veel mensen zijn er blij mee. Ik denk dat het laat zien dat ze meer kunnen dan ze zeggen dat ze kunnen. Je zou er ook kritischer naar kunnen kijken en bedenken wat een macht deze bedrijven al hebben en wat nou als zij ook te ver gaan in het weghalen van die informatie. Ik denk dat de sleutel ligt in meer transparantie over de criteria waarlangs dit soort beslissingen van het offline halen van informatie worden gelegd. Zodat mensen weten waar ze mee te maken hebben, op een makkelijkere manier dan nu ergens verborgen in hele kleine lettertjes waar je urenlang in moet lezen. Ik denk dat heel duidelijk moet zijn, ja, hoe deze hele machtige bedrijven de architectuur van de informatiesamenleving niet alleen bouwen, maar ook modereren, vormgeven, als een soort internetpolitie optreden. En alles wat met vrije meningsuiting te maken heeft, is natuurlijk gevoelig. En je moet er niet in doorschieten, maar je moet ook verantwoordelijkheid nemen. Dus we zien een verschuiving van deze rollen in het licht van de coronavirus-crisis. De macht van grote technologiebedrijven was natuurlijk al een reden tot zorg. Daar is in Europa veel over gesproken. Zijn het monopolisten? Moet er meer beleid worden aangenomen? Zijn er problemen met hoe algoritmes mensen misschien verschillend behandelen? Discriminerend? Wordt de vrijheid van meningsuiting of toegang tot informatie aangetast doordat hele grote commercieel gedreven bedrijven het hart van onze informatiesamenleving vormgeven? En we hebben al gezien dat bijvoorbeeld door de reclameinkomsten die allemaal naar
technologiebedrijven zoals Google en Facebook gaan ook media, kranten, lokale media in grote problemen komen. En die reclameinkomsten zullen niet toenemen in een tijd dat veel bedrijven minder te besteden hebben door de crisis. Dus de vraag is, wie komt daar sterker uit? Ik denk dat die grote techbedrijven inderdaad sterker uit deze crisis komen. Misschien hebben ze ook iets minder reclameinkomsten, maar wel veel meer klantenbinding. Voor mensen die nog meer tijd op Facebook, op YouTube, op Google, op Netflix, op Zoom, op Instagram, op LinkedIn aan het doorbrengen zijn. Al die data van alles wat we opzoeken, overal waar we op klikken, alles wat we nu belangrijk vinden, wordt natuurlijk ook allemaal verzameld door deze grote technologiebedrijven. Dus misschien als je puur economisch kijkt, dat het niet altijd te zien is, bijvoorbeeld in aandelenkoersen, maar wel in de macht van de klantenbinding en de dataverzameling. Dus mijn inschatting is dat het coronavirus en de crisis eromheen, alle maatregelen, thuiswerken, thuis leren, thuis cultuur bekijken, veel films, muziek, musea bezoeken die alleen nog maar virtueel kunnen, mensen die gekke filmpjes zelf gaan opnemen. Het is allemaal nu online en ik denk dat de macht van de bedrijven daardoor groter wordt. Een ander aspect wat ik zie is dat de bedrijven ook een soort goodwill proberen te kweken bij beleidsmakers. Dus Netflix en YouTube hebben afspraken gemaakt met de Europese Commissie dat ze de kwaliteit van video iets naar beneden halen. Dat zie je als het goed is niet heel goed als je thuis aan het kijken bent naar filmpjes of films. Maar de bedoeling is dan om eigenlijk de drukte op de digitale snelweg te verminderen. En dat was natuurlijk een heel aardig gebaar van Netflix en YouTube. De Europese Commissie kon zeggen, goh, wij hebben dat afgedwongen hè, bij die grote bedrijven. Wij staan voor u klaar. Terwijl er eigenlijk ook niet signalen waren dat het al te druk zou worden in het internetverkeer. En toch denk ik dat daarmee dan bedrijven ook een soort charme-offensief voeren. Net als met alle andere dingen die ze ondernemen om desinformatie over het coronavirus tegen te gaan. En de vraag is wel, als dit allemaal achter ons is, en ik hoop natuurlijk met iedereen mee dat het snel is, maar dat als dit allemaal achter ons is, is de vraag denk ik, zijn politici zich er meer van bewust hoe afhankelijk we zijn van deze bedrijven? En zullen ze bereid zijn om afspraken te maken die niet in de wet verankerd zijn, maar eigenlijk vanuit een soort handdruk op beter gedrag? Of zullen ze zich juist meer bewust zijn van dat die afhankelijkheid ook zorgwekkend is en dat daar meer wetgeving voor nodig is? Nou, ik kan me helemaal voorstellen dat ten eerste de aandacht verschuift, dus veel meer naar de economie, banen, eventuele recessies en andere problemen die door dit virus en de crisis ook naar boven komen. Dus dat er minder aandacht is voor wetgeving in het digitale domein. Maar ik kan me ook voorstellen dat het charme-offensief en de afhankelijkheid juist leidt tot minder bereidheid om die grote bedrijven hard aan te pakken. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar ik denk dat dit allebei scenario's zijn die goed mogelijk zijn en waar we ook scherp op moeten zijn. Wat mij betreft moeten we niet afgeleid zijn van het belang om juist deze hele machtige bedrijven te kaderen in wetgeving. Want te veel macht zonder tegenmacht is nooit goed. Coronavirus en COVID-19 nieuws beheerst bijna alle kranten, radio, televisie, al het nieuws. En daarachter gebeuren natuurlijk ook nog een heleboel ontwikkelingen die misschien wat minder in beeld zijn. Ik denk aan het conflict in Syrië wat nog steeds niet is opgelost. En alle vluchtelingen die daar niet alleen kwetsbaar zijn voor bombardementen, maar ook voor het virus zelf. En het lijkt alsof we meer aandacht hebben voor onze eigen zorgen en gezondheidscrisis door het virus dan alleen al in buurlanden of laat staan nog verder weg. Ook in armere landen denk ik dat de problemen echt een grote uitdaging zijn wanneer mensen hun handen niet kunnen wassen, geen fysieke afstand kunnen houden. Waar de vraag op een gegeven moment wordt, krijgen we een hongersnood of kunnen we ons beschermen tegen dit virus door fysieke afstand te bewaren? In Afrika, in sloppenwijken is het al een heel grote zorg. Dus ook de combinatie van het virus en plekken elders op de wereld vind ik een belangrijk punt wat misschien niet altijd
de ruimte vindt in het nieuws. Ja, en er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen in de Verenigde Staten, in een verkiezingsjaar. De vraag of dit virus en de maatregelen die president Trump neemt de verkiezingen zelfs in gevaar kunnen brengen, vind ik een heel belangrijk vraagstuk waar ik hoop dat in Nederland ook aandacht voor is, omdat het fundamenteel is voor de democratie. En ik vrees dat het in andere landen ook een probleem kan worden. Dus dat leiders die misschien geen behoefte hadden aan vrije verkiezingen of ook een uitdaging zien hoe je die zou kunnen organiseren met fysieke afstand en andere coronamaatregelen, misschien die kans ook zullen aangrijpen om verkiezingen überhaupt maar minder prioriteit te geven, hun eigen macht te versterken. Dus ik denk dat er heel veel thema's zijn die geleerd zijn aan het virus waar we goed naar moeten kijken. En dat er ook buiten het virus om natuurlijk nog een heleboel ellendige dingen zijn die onze aandacht verdienen. Misschien dat het na een tijdje ook zal zijn dat er wat meer coronamoeheid is. Dus dat mensen niet alleen maar meer erover willen horen. En dat dat ook weer wat meer ruimte oplevert voor nieuw nieuws. Ik merk zelf ook dat ik heel erg op zoek ben naar nieuws over het virus en de maatregelen. Dus ik kan niet zeggen dat ik het zelf anders aanpak. Ik denk dat het onze aandacht voor een groot deel terecht beheerst. Maar dat we ook moeten oppassen dat er niet dingen die meer kritische aandacht verdienen onder de radar passeren.